Goedenavond, lieve Happybody sporters. Vanavond weer een hele relaxte training samen met Semwa, met Elise. Het is wel een beetje gek, want als ik naar buiten kijk, dan voelt het niet als avond, want het is weer zomertijd. Dus het is lekker licht buiten. Neemt niet weg dat je niet gewoon deze tijd lekker met mij kan sporten. Mocht het zo zijn dat het je nu gewoon even simpelweg niet uitkomt, mag je best even gezellig voor leuk meekijken. Maar dan ga ik er wel van uit dat je hem op een ander tijdstip in je eigen tijd inhaalt. Weer een hele relaxte training, merendeels zittend. Maar we gaan ook wel wat benen erbij pakken. Die pakken we dan ook gelijk als warming up. En dan gaan we zo meteen gewoon lekker beginnen. Laat vooral ook eventjes in de comments weten hoe het gaat. En ik zie nu al een comment erbij dat weer mensen meedoen. Dus ik vind het superleuk. Tussendoor ook. Feedback is altijd welkom. Ik zeg trouwens echt wel 100 keer by the way. Dat is mij opgevallen. Daar ga ik aan werken. 2 bidonnetjes heb je nodig. Of 2 gewichtjes. Ik zeg expres een verkleinwoord. Tjus, want je hoeft helemaal geen zware gewichten te gebruiken. Een stoel heb je nodig en je eigen lijf gaan we gebruiken. Deze leg ik nog eventjes weg, want wij gaan eerst een beetje warm worden. Betekent wel dat we wel gewoon gelijk gaan beginnen, want het warm worden dat is ook gelijk de eerste oefening. En we gaan zo meteen 2 keer squatten en we doen 20 squats. Eerst normale squats, ga ik zo meteen doen. En dan daarna gaan we de buikspieren erbij pakken. En dan doen we door handen achter de oren. En dan gaan we squatten, omhoog, kruislinks, knie richting de elleboog. Dus voor de schuine buik. Benen en schuine buik. Maar eerst normaal squatten. Dus ik leg mijn... Ik zet mijn stoel nog even weg. En dan gaan wij beginnen. Oké. Stoel, nog eventjes opzij. Pak even goed je ruimte. Dat is wel even belangrijk. Niet met mijn bips tegen die pilaar aangaan. Zijn het sporten, niet aan het paal dansen. Oké. Heupbreedte, tenen naar buiten. We gaan naar beneden zakken, langzaam en snel omhoog. 20 keer. Dus langzaam gecontroleerd zakken, snel omhoog. En je ziet het, mijn torso blijft netjes recht. Ik ga niet naar voren leunen. Het is geen deadlift, het is een squat die we maken. Langzaam zakken, je hoeft helemaal niet zo heel diep. Ga zo diep als dat voor jou goed voelt. Nog 10 te gaan. Langzaam zakken, wat sneller omhoog. Gewicht op de hakken, billen naar achteren. Buikspieren aanspannen. Schouders naar achteren. Borst naar boven voor laten wijzen. Doen er nog 3. Nog 2. Laatste. Oké. Pakken we even rust. Even ontspannen. Zometeen. Handen achter de oren. En dan gaan we squatten. Op het moment dat je omhoog komt, kruislinks. Elleboog, schouder. Oké, gaan we 20 keer. Dus naar beneden. Omhoog, kruislinks. En je maakt echt die rotatie. Echt die crunchbeweging. Het is eigenlijk gewoon een bicycle crunch. Maar dan staat. Deze heb je ook wel vaak zittend gedaan met mij. En nou een keertje staand. Nog van voren. En je ziet het, ik maak echt de rotatie. Goed zo. En goed die buikspieren aanspannen in die rotatie. Lekker. En even rust. Nou is de tijd dat je de stoel er weer eventjes bij pakt. En dan hoop ik dat je hartslag een beetje omhoog is gegaan. En dat je voelt dat je echt al warm bent. Gaan wij de 2 flesjes pakken. Of de 2 gewichten die je hebt. Wat jij wil. En dan gaan we beginnen met bovenlichaam. Zorg trouwens ook dat je tussendoor de training ook even wat water drinkt. Dus vul je bidonnetje met water. Dan kan je tussentijd ook even wat drinken. Wel zo handig. Oké. Ik ga een beetje naar achteren. Dat jullie mij goed kunnen zien.
We gaan schouders trainen, oefening die we de vorige keer ook hebben gedaan. Houdt in dat we een front raise met de ene arm, side raise met de andere arm. Goed rechtop blijven zitten, buikspieren aanspannen. En we gaan ooghoogte. Doen we niet om en om, dus we blijven op deze manier. En dan pas gaan we... haar in mond. Ken je dat? Haar in mond. Zo vies. Okay. Nou, gaan we beginnen. En we doen het 12 keer. En dan pas wisselen we om. En als je wat zwaarder gewicht hebt, dit is natuurlijk niks, dan doe je het 10 keer langzaam. En dan heb je wat lichter. Follow me. En je ziet het, ik blijf netjes rechtop zitten. Ik ga mooi eventjes die armen gebruiken. Nog 6 te gaan. En nog 4. 3. 2. Laatste. Andere kant, geen rust, gelijk door. Ooghoogte. Dat is hem. Zes, vijf, vier, drie, twee, één. Laatste nog één keer. Oké, gaan we gelijk door. We doen 3 oefeningen achter elkaar en die gaan we dan herhalen. Armen opzij en dan gaan we achteruit kleine armcirkels maken. En ik let op de tijd, dat gaan we ongeveer 20 seconden doen en de tijd gaat nu in. En op het moment dat we dat hebben gedaan, dan moeten we ook nog eens voorlangs. Gaan we ook 20 seconden doen. En dan hebben we de derde oefening. En dat is ook weer armen. Dus we gaan flink die armen. We hebben net goed die benen gehad. We moeten nog 5, 4, 3, 2, 1. Geen rust. Voorlangs kleine cirkels maken. Nou, de eerste 5 seconden zijn feit. Hou vol. 20 seconden. Inmiddels nog 10 seconden. Laatste 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Top. Oké, derde oefening die we gaan doen. Bicep curl 5 keer en dan een hammer curl 5 keer. Dus gewone bicep curls op deze manier. Hammer curl is net als hameren. Deze, nou ja, ik hamer nooit, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Oké, gaan we. 5 keer. En focus goed. Op die biceps. Goed rechtop blijven zitten. Ellebogen vastgelijmd aan je zij. Gelijmd. Ja, ik zei het goed. Nog 1 keer. Oké. Indraaien als een hamer. Hameren. Laatste. En rust. Oké. We pakken even rust. Het hele rieltje begint weer opnieuw. En kijk, tuurlijk hè. Het is een lichte training. Het is niet bedoeld met mij om een hele zware training te hebben op je maandagavond. Maar zorg wel natuurlijk dat je jezelf uitdaagt. Je doet het voor jezelf. Kan je nou meer hebben? Ja, pak dan wat zware gewichten bij. Dat raad ik wel aan in ieder geval. Dus ja. Oké, nou, dan gaan we weer beginnen. En dan gaan we weer beginnen met de front raise en de side raise. 10 à 12 keer per kant. Heb je zware gewicht thuis, pak je 12 kilo. 12 kilo. Oh. Doe je 12 keer. Nee, zwaarder. Wow. Als je zwaarder gewicht thuis hebt, doe je er 10. Doe je er minder. Heb je een lichter gewicht, of net zoals ik, 2 flesjes, dan doe je er 12. Oké, let's go. Tweede ronde. Ooghoogte, langzaam zakken. Gecontroleerd. Focus goed op de spieren die je aan het trainen bent. Altijd belangrijk. Goed die buikspieren aanspannen. Nog 5, 4, 3, 2, laatste. Ga gelijk door. Yes, andere kant. En je ziet het, ik blijf netjes rechtop zitten. Dat is wat we willen. Ik zie al wat comments voorbij komen. Het is te klein voor mij om te lezen. Dus zometeen ga ik het allemaal even lezen. 2, laatste. En nu komt de zwaarste oefening. Lekker verzuren, lekker branden. Eerst achterlangs, 20 seconden. Ik let op de tijd.
dus nog 15 seconden kleine cirkels maken. En goed die gewichten die je in je handen hebt op dat flesje samenknijpen. Spanning op je armen. We moeten er nog 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan voorlangs, geen rust. 20 seconden, nu gaat die branden. Ik denk dat jullie hem thuis ook wel voelen. 10 seconden. En nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Oké, bicep curl in één keer door. Langzaam zakken. Laatste. Naar beneden indraaien. Hammer curl. En je ziet het, hè, mijn bovenarmen, mijn ellebogen zitten helemaal vastgeruimd aan de zijkant van mijn lichaam. Ik ben dus niet met het gewicht aan het zwaaien. Alles doen we gecontroleerd. Nog één keer. En rust. Kijk eventjes in de comments. Oh, top. Ik zie dat Hetty aan het meetrainen is. Superleuk. Ah, lief, lief. Nou ja, voor Hetty en Paul, ik kwam Carrie tegen. Dat is een bekende van hun familie. En ik had jullie al een tijdje niet gezien, want ik heb ook af en toe wel eens in Overveen gewerkt. En Hetty en Paul sporten in Overveen. En ik geloof dat ze nu herstellen. Ze zijn van corona. Dus jongens, iedereen, eventjes een lief berichtje voor Hetty en Paul. En ik hoop jullie snel weer te zien. Oh, nou, ik zie ook. Ja, precies. Nou, top. Superleuk. Oké, we gaan verder met de derde set. En dan gaan wij weer beginnen met front raise. Die laatste half keer. Andere kant hebben we armcirkels, de zwaarste. En dan hebben we nog één keer de biceps. Dus, let's go. Ooghoogte, langzaam zakken. En ik wil alweer te snel. Dat is niet de bedoeling. Gewoon lekker rustig aan. Gecontroleerd. En dan nog 2. Laatste. En gelijk wissel. Geen rust pakken. Ga gelijk door. Loopt. Go. Je kan het maar gehad hebben. Hierna hebben we nog wat buikspieren. En dan zijn we alweer tegen het einde van deze hele relaxte low impact training op de maandagavond vaste prik bij mij. Nog 3, 2, 1. Heb ik jullie er mooi doorheen gepraat. Voorlangs 20 seconden. Dan ga ik allemaal niks meer zeggen. We gaan puur focussen op die spieren. Nog 10 seconden. Hou vol. Die spanning erop. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Biceps, go. In één keer door. Goed vastzetten. Langzaam zakken. Laatste. Indraaien. 5 keer. Oké. Gewichten, bidonnetjes, wat je thuis hebt, je kat, je hond, I don't know, in ieder geval wat je thuis hebt aan gewicht, mag neer, die hebben we niet meer nodig, gaan we wat buikspieroefeningen doen. En we doen 2 à 3 buikspieroefeningen, een beetje afhankelijk van. We zitten natuurlijk op een stoel. Op het moment dat we op een stoel zitten, sowieso, hè, je gebruikt altijd je rugspieren, je core. Anders sta je niet rechtop. Dat kan niet. Je kan niet staan zonder die spieren aan te spannen. Dus dat doe je eigenlijk automatisch al. Maar omdat we op deze manier zitten, kost het ons niet zo heel veel moeite. Dus wat moeten we doen? Of we moeten in een andere houding gaan. Of we zouden moeten gaan liggen en dan met zwaartekracht werken. Maar wij gaan dus naar achteren leunen. En dan heb je dus al die spanning op de buikspieren. Zou ik die spanning niet hebben, dan kukkel ik door naar achter. En dat is niet zo best. Want dan pakken we dus niet die buikspieren. Dat willen we niet hebben. Dus, wat is handig. Ik denk dat ik een klein beetje nog naar achter ga. Oké, en de gewichten heb je misschien zo meteen nog wel nodig. Maar we doen eerst een oefening zonder gewicht. Betekent dat wij naar achter gaan leunen. Spanning op de buikspieren. Deze heb ik eigenlijk best wel vaak al met jullie gedaan. Het is gewoon een top oefening om te doen. Wat we gaan doen. Handen naar voren. Om en om. Knie om
aantikken. En goed die knie omhoog. 20 keer. En je rug juist een beetje bollen. Ik wil geen holle rug zien. Navel intrekken. Spanning op de buikspieren. En dan nog 5, 4, 3, 2, 1. Geen rust, pakken we dubbel. 10 keer. Op het ritme van de muziek. Het is 2 keer hetzelfde benen. Nog 1 keer beide benen. Niet tegelijkertijd om en om natuurlijk. Laatste. En rust. Als je dan niet die buikspieren voelt, dan weet ik het ook niet meer. Je kan natuurlijk wel verder naar achteren leunen. Dat kan natuurlijk ook. Je kan het ook zwaarder maken door te zeggen, nou, die twee bionnetjes die ik in mijn handen had, die houden nog steeds voor me vast. Dat kan natuurlijk ook. Maar we gaan dit sowieso nog 2 keer doen. We pakken kort rust, dus we gaan wel gewoon lekker weer beginnen. Naar achteren leunen, dus 20 keer om en om. Dus 10 per kant eigenlijk. En daarna pakken we 10 keer dubbel. Achterleunen, buikspieren aanspannen. Ik hoop dat jullie niet net gegeten hebben. Dan kan het zijn dat het een beetje omhoog komt. Dan heb je altijd mijn buikspieren, maar... Oké, gaan we. Achterleunen, buikspieren aanspannen. Om en om. Nummer 10. En 20 dubbel. 2 keer hetzelfde been. Laatste. Nog 1 keer de andere kant. En rust. Nou, ik kan je vertellen. Ik voel het wel in mijn buikspieren. Ik heb het ook gewoon zwaar hoor. Ik zeg het gewoon eerlijk. Ik moet wel zeggen, ik vind buikspierpijn een van de ergste dingen als het gaat om spierpijn. Kuiten is ook naar. Maar buikspierpijn? Als je dan moet niezen of je moet lachen. Ik kan wel echt zeggen, ik lach wel vaak. Dat is me ook wel verteld, dat ik altijd wel lach. Nou, dan doet het pijn. Maar het is wel natuurlijk heel goed om je buikspieren te trainen. Wel kan ik zeggen dat op het moment dat je andere spiergroepen traint, of je bent met ons mee aan het doen met de buitensport, of je doet mee met de live trainingen, je traint eigenlijk altijd wel gewoon die buikspieren sowieso. Want wat ik aan het begin vertelde, je kan niet je buikspieren niet gebruiken. Want op het moment dat je staat, loopt, ben je die buikspieren aan het activeren. En extra trainen is goed, maar zorg dat je ook natuurlijk de rest gewoon traint. En op het moment dat je de rest traint, pak je dus ook eigenlijk wel gewoon je buikspieren bij. Nou, dat was mijn smoes. Daarom train ik mijn buikspieren. Maar goed, ik heb altijd wel een beetje spierpijn als ik met jullie buikspieren heb gedaan. Oké, de achterleunen. Laatste keer dit circuitje. Buikspieren aanspannen. 20 keer. Schuine buikspieren bijpakken. Dus voor die ga ik even naar voren, want dan heb ik mijn gewichtjes nodig. Want wij gaan een rotatie maken, want die hebben we nodig voor de schuine buikspieren. Dus gewicht aan beide kanten vastpakken of je flesje water, je kat, je hond, een boek, I don't know, wat je thuis hebt. Aan beide kanten vastpakken en dan gaan we zo meteen rotatie maken. Maar dit doen wij met 1 been een beetje omhoog. Dus daardoor gaat het moeilijker worden. 20 keer even rust pakken. Andere been.
En we gaan zo meteen wel eventjes de bovenbenen een beetje opstretchen. Want op het moment dat we die buikspieren trainen en we leunen ze naar achteren, dan kan je best wat spanning op je heupen voelen. Dat is wel normaal. Oké, gaan we. 1 been, de lucht in. Roteren. Yes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even rust pakken. Gaan we zo meteen het andere been de lucht in. Yes, gelijk door. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Even rust pakken, even op adem komen. Even die buikspieren ontspannen, wat rust gunnen. Doen we nog 1 keer. 1 keer bij de kanten, als in, we doen de hele tijd natuurlijk bij de kanten. Maar dan doen we eerst het rechterbeen omhoog en dan het linkerbeen. Of is links en rechts. Maakt me niet uit. Allebei. Oké. Beide kanten vastpakken. Navel in. Bek een beetje kantelen. Achterleunen. Buikspieren aanspannen. Been omhoog. Yes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ander been omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moeten er nog 10? Gaan we weer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, 10 mag weg. Stoel mag ook even weg, dus die schuif ik even aan de kant. Gaan we alleen nog maar een beetje rekken en strekken. En by the way, die stoel kan je trouwens nog wel gebruiken mocht je zoiets hebben van, ja, mijn evenwicht is niet zo al te best. Ik ben nogal onkel. Dan mag je die stoel wel gebruiken. Mijn evenwicht is ook niet al te best, dus daar gebruik ik de pilaar. Oké, wat we gaan doen, we gaan het bovenbeen eventjes oprekken. Het is heel simpel, deze kennen we allemaal. Maar wat ik vaak zie, is dat het been op deze manier blijft. Of dat we hem overdreven ver naar achter trekken, dat hoeft ook niet. Je mag hem recht houden, maar je moet zorgen dat vanaf je buik, je heup, dat je hem vanaf daar, recht pakt. En dat je dus je bilspier aanspant en vanaf daar duw je hem naar voren. That's it. Even vasthouden. Eigenlijk is het beste om een stretch rond de 30 seconden vast te houden. Pak wel even die stoel vast als je bij evenwichten wat lastiger zit. Ik zei het net al, mijn evenwicht zit niet altijd dit. Goed die bilspier blijven aanspannen. Oké, gaan we wisselen van kant. Andere been. De andere richting op. Oké, ik heb weer de pilaar vast. Dat is mijn steunpilaar. Oké, vastpakken. Recht trekken. Bilspier aanspannen. En op die manier naar voren duwen. En je ziet het, netjes recht. Dit is zo. Even vasthouden. Even op deze manier vasthouden. Weer een beetje van de zijkant. En natuurlijk kun je hem wel wat verder naar achter trekken, zodat je meer die stretch voelt. Even vast. En ontspan. Nou, ik mijn stoel er even bij. Zo. Oké. Nou, ik denk dat jullie wel een beetje kunnen zien dat ik wel aan het zweten ben. Ook al is het een hele rustige training, het blijft wel gewoon een training. Zorg dat je genoeg water drinkt. Je kan natuurlijk ook tijdens trainen even een slokje water. En laat vooral eventjes weten in de comments hoe het is gegaan. En ook op het moment dat je deze training pas later terugkijkt. Ik kijk altijd wat de reacties zijn en ik neem altijd feedback mee. Geniet ervan dat het nog lekker licht is buiten. En morgen om 9:15 en 7:15 in de avond staat er natuurlijk weer een training voor jullie klaar. Ik zie jullie volgende week weer. Doei doei, tot de volgende keer!